Nijhoff debuteerde in 1916 met De Wandelaar. Twee lange gedichten, A Water en Het Uur U, daarmee is hij vooral bekend geworden en er is heel veel over gepubliceerd. Nijhoff was lid van de commissie van psalmberijmingen van de Nederlandse Hervormde Kerk en maakte zelf ook verschillende psalmberijmingen. Adviseur van het ministerie OKMW was hij eveneens. Hij pleitte voor het gewone woord in de poëzie en hanteerde een strakke sonnetvorm. De motieven in zijn poëzie zijn onder andere kind, moeder en soldaat en vele christelijke motieven. Seuterman heeft dus geteld tot hoeveel stromingen Nijhoff zou behoren. Dat waren er 14. Maar niettemin, Nijhoff is een onafhankelijk dichter die wel verschillende invloeden heeft ondergaan, maar een originele poëzie heeft geschreven. Nijhoff, een onvergetelijk dichter. De wolken. Ik droeg nog kleine kleren en ik lag lang uit met moeder in de warme hei. De wolken schoven boven ons voorbij en moeder vroeg wat ik in de wolken zag. En ik riep, Scandinavië en eenden. Daar gaat een dame, schapen met een herder. De wonderen werden woord en dreven verder, maar ik zag dat moeder met een glimlach weende. Toen kwam de tijd dat ik niet naar boven keek, ofschoon de hemel vol van wolken hing. Ik greep niet naar de vlucht van het vreemde ding, dat met zijn schaduw langs mijn leven streek. Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide en wijst me wat hij in de wolken ziet. Nu schrei ik zelf en zie in het verschiet de verre wolken waarom moeders schreiden.